Vandaag gaan we gerechtje maken met schelvis, met een saus van kasteelbier extra, groene linzen, spinazie en zeesla. We gaan beginnen met de linzen beetgaar te koken. Dat wil zeggen, in water gaan we de linzen 15 minuten koken. We gaan onze spinazie blancheren, dat wil zeggen kort koken en afkoelen in ijswater. Daarna gaan we die glad mixen en een beetje bijkruiden, zodanig dat we een coulis krijgen van de spinazie. We gaan ons pocheervocht voorbereiden. Shallotten en selder aanstoven. Blussen met een beetje witte wijn en wat kasteelbier extra uiteraard. We gaan onze fumet toevoegen. Ik gebruik hier mosselsap. Een beetje opfrissen met citroen. En dan een blaadje zeesla voor de smaak toevoegen. Ondertussen gaan we ook onze zeesla pekelen in een mengeling van 1/3 wit wijnazijn en water. Voor de saus gaan we de shallotten en de selder aanstoven, venkelzaad, mosterd toevoegen. Blussen met witte wijn en kasteelbier extra. Onze fumet toevoegen en wat inkoken. Room toevoegen, inkoken tot dikte en eventueel een beetje opbinden. De saus gaan we zeven, opmonteren met boter en schuimig mixen. We pocheren onze schelvis in ons pocheervocht. Net onder het kookpunt, een tiental minuten onder deksel. Voor de afwerking gaan we onze linzen aanstoven in boter en olijfolie, de spinaziecoulis toevoegen en op smaak brengen. Op het bord gaan we dresseren als volgt. Linzen onderaan met de coulis van spinazie, daarop de schelvis, een beetje gepekelde zeesla en de saus daarover naperen. Ik voeg ook nog een beetje olie van zeesla toe. Veel succes bij het bereiden van dit gerecht en smakelijk!